Ja. Vandaar dat dit huis Happy in Manor heet. En vooral hier, de foto vind ik wel erg mooi. Wij staan hier bovenop de foto bij die drie witte pilaartjes voor de deur. Ja. Okay. Dan ga je dus tegen die kant van het huis aan. Moet je even zien wat er dus nog achter ligt. Dat hier onder de tennisbaan nog helemaal wat een tennisbaan. Zou ik er ook tennissen? De derde villa die zo groot en duur is, dat is de woning van Paulien Huizinga en Michiel Mol, waar Michiel Mol nu alleen woont. Dat ligt hier precies achter thuis van Dennis Bergkamp, kunnen we nu niet komen. Maar dat is, nou dit huis is toch ook een aardige... En rond de 10 miljoen zeg je? Ja, deze zit er ook wel ver boven. Deze is door Jan de Boevrie gemaakt, denk ik. Is dat zo? Ja, volgens mij wel. Okay. Weet jij dat? Dat huis van Michiel Mol is toch door Jan de Boevrie ontworpen, of niet? Dacht ik wel. Nou, ik weet niet, maar ik kan me voorstellen. Ja.